bovenzijde van het Etnografisch Museum. De eeuwige vlam op dit vrije plein. Het parlementsgebouw wat we straks gaan bezoeken. Hij leefde in de 15e eeuw en hij was een goede koning en een soort bloeiperiode van Hongarije. Daar zit de voorzitter, op het ogenblik de voorzitter van het parlement. En daar er is ook een groen tafeltje, dat is voor de plaats voor de griffier. Dan, er zijn heel veel mensen hier, bijna 400. Dus Hongarije heeft alleen 10 miljoen inwoners, maar 400 afgevaardigden, dus veel meer dan in Nederland. Waarom? Er is een gemengde stelsel. U kunt... Uitzicht vanaf de Gellértberg over een groot deel van Boedapest. Thank you.
hoog bovenop de Elliotsberg. Een huis omdat je gewoon wist van. Het wordt steeds donkerder en somberder en het druppelt af en toe. De Matthiaskerk. De zijkant van de Matthiaskerk. Vanaf het water is toch weer een heel ander gezicht. Al die fraaie gebouwen. Nu in de Donau, maar hier weinig, dat is niet waar, omdat wij hebben. We zijn op het Margarethe-eiland en dit zijn de restanten van wat ooit eens een klooster was.